Welkom bij de derde aflevering in de reeks talks die we organiseren hier in het Zaans Museum rondom de tentoonstelling Vaarwel Landschap van Gedachten. De tentoonstelling is met werk van André van Noort en Mariska Voskamp. Ik ben Yuriko, de moderator van vanavond. En elke editie nodigt Mariska eigenlijk een kunstenaar uit die hier aanschuift bij ons op de bank. En deze keer is dat Thijs Kaufman. Hi. Welkom. En hij voegde ook 4 werken tijdelijk toe aan deze tentoonstelling. En goed om te weten, een beetje context, is dat Mariska Voskamp en André van Noort, die helaas is overleden, hier een hele tijd terug zijn neergestreken om de hoek van het Zaans Museum. Ze zijn gaan wonen hier in het polderlandschap samen met hun kinderen, hebben een eigen universum gebouwd waar ze heel harmonieus samenleven midden in het landschap. Of zoals Mariska het ook zelf altijd mooi zegt, ze leven gezamenlijk in de vouw. En de vouw is een thema, een concept wat een grote rol speelt in deze tentoonstelling en ook in het werk van Mariska. En wat de vouw nou precies is, dat kan ik denk ik het best illustreren aan de hand van een quote van Marleen Sticker, directeur van De Waag. En zij hield een prachtige openingsspeech toen deze tentoonstelling opende. En ik ga hem even voorlezen. Het begrip vouw doet mij denken aan het begrip liminaliteit. Dat je je in een tussenruimte kunt verkeren. Dat je niet precies weet waar het heen gaat. Dus dat je niet per se de toekomst al wil voorspellen, maar dat je om kan gaan met de onzekerheid en de tussenruimte. En dat je je in die ruimte veilig voelt. Ja, Mariska, ik ben benieuwd. Hoe kwam jij ooit op dat begrip de vouw? Ja, het is eigenlijk een beetje apart, want ik kom eigenlijk net van de begrafenis van Tineke Reinders. Oh. En Tineke Reinders was een kunstgeschiedenislerares, maar heel gepassioneerd. En zij vertelde eigenlijk de leerlingen heel erg over... Dus ook een van jouw docenten geweest? Ja, ook van Thijs, denk ik. Ja, ik hoor nu eigenlijk live dat ik wist het helemaal niet, maar we hebben ook les van gehad, ook op de Zandberg. Ja, want jullie kennen elkaar van de academie, daar gaan we het straks over hebben. En deze docent heeft jou dus op de vouw gebracht, als ik het goed begrijp. Nou, nee, ze heeft mij best wel met haar hele familie heel erg gesteund om zeg maar de autonome kant van de kunst te kiezen. Om dat daar gewoon veel meer vrijheid, dat je daar veel meer vrijheid kunt krijgen voor jezelf en vrouwelijk kunstenaar, vrouw, van, moeder, is heel veel. En ik kreeg dus bijvoorbeeld een overbodige whirlpool afwasmachine, zodat ik eigenlijk meer tijd kon besteden aan mijn kunst. Maar ook 5 kippen, omdat je dan eieren hebt en dat je dus anders in dat land kan zitten. In 2004 ben ik met haar in gesprek gegaan, omdat ik gewoon eigenlijk in mijn werk wil zijn. En wanneer ben je in je werk? Dat moet je onderzoeken. Maar het klinkt dan ook eigenlijk alsof je op zoek was naar een vouw in de vouw. Want eigenlijk hadden jullie als gezin al een plek gecreëerd waar je een soort tussenruimte had, een soort eigen wereld. En binnen die wereld was jij ook nog eigenlijk op zoek naar een eigen plek. Ja, dat ook. Omdat je hebt een eigen plek nodig om gewoon te zijn. Want ik denk als gezin zijnde ben je gewoon... Maar... een gezin, maar je bent ook 1+1. Hè? Dus 2 mensen worden nooit 1. Je blijft altijd 1+1. En in ons geval was het natuurlijk 5. Maar is die vouw een soort toestand van bewustzijn of zo? Dat je in een bepaalde zone zit of zo? Wat... Nee, ik had meer voor mezelf gewoon het gevoel van dat je aan de ene kant begrijpt waar je mee bezig bent en aan de andere kant
ook omdat je dat verhaal wil vertellen. Want weet je, je bevindt je niet, je zegt niet, nou, ik ga lekker in een vouw zitten. Je komt dus in een substantie terecht waar je in de eerste instantie gewoon niet kan overleven. Want als je buiten de stad bent, dan bellen mensen niet meer. Want je gaat uit hun circuit, uit hun beweging. Dus dat levert ook heel veel tijd op. De telefoontjes dat ze zeg maar bellen onderweg naar de sportschool. En even langs je huis die fietsen. Die gaan vervallen. Ja. Maar om dan zeg maar... Ja, je kan niet zeggen doelbewust van, nou, ik wil in die fout komen zitten. Maar je zat hier in een vouw? Nee. Weet je, ik kreeg van Jan Hovers een ansichtkaart in mijn handen geduwd, zeg maar. Van, ik weet dat je met adem bezig bent en dat in plastic zakjes doet en wolken maakt. Dus jij ziet iets in dat landschap wat Monet vroeger ook heeft gezien. Dus... zou je daar niet op kunnen reageren op dit schilderij? Want over 3 maanden komt het aan hier in het Zaans Museum. Uiteindelijk heeft het dan 7 jaar geduurd voordat deze tentoonstelling echt heeft mogen plaatsvinden. Maar het eerste wat ik had gedaan is eigenlijk het land weggevouwen. Het land had hij ook het eerst geschilderd, maar ik heb het weggevouwen. En dan zie je eigenlijk het oeuvre van Monet om... Naar aanleiding van die penseelstreek van de lucht en het water. Ja, dus je hebt eigenlijk een letterlijke fysieke vouw gemaakt. Ja, soms moet je dingen heel letterlijk doen en groeit het, zeg maar, naar... Werk groeit altijd, ja. Het staat niet stil. Ja. Maar voor Thijs, die kan daar denk ik ook heel veel dingen over zeggen, want daarom heb ik hem uitgenodigd. Ik denk wel dat je altijd in een bepaalde staat van een soort intuïtieve staat moet zien te manoeuvreren, toch? Want ik denk dat je wordt gedreven door nieuwsgierigheid van wat als ik dit doe of dat doe. Ja, maar volgens mij moeten we even context geven. Hè? Want, ja, laten we eens even beginnen. Want ik werk buiten, Thijs werkt buiten, dus dat betekent gewoon... Dat je geen muren hebt. Dus je hebt niet muren waar je dingen kan ophangen in een atelier. Anderzijds heb je ook geen dak. Dus, je hebt eigenlijk geen grenzen. Hè? Ja, het is inderdaad, oké, dat begrijp ik. Dat het buitenwerk, dat ik inderdaad dan in Zweden ook heel erg doe. Dat is wel inderdaad, dat is wel een heel andere state of mind of zo. Dat begrijp ik wat je bedoelt inderdaad. Ja, niemand vraagt iets. En je bent zonder mensen, of ik dan, waar ik werk, ja, was ben je ook opeens helemaal zonder mensen. Dus dat is ook, dus de eerste beweegheden van iets doen zijn ook niet van, oh, hoe gaan mensen dit vinden of zo. Je bent gewoon echt bezig met met je eigen ideeën en je hebt natuurlijk al een bagage of bepaalde concepten en dan zie je iets en denk je, oh, maar wat dan aansluit op wat je die dag hebt gedacht, denk je, als ik dat nou voor dat gebruik, dus het is... Een soort onderzoekende, intuïtieve vorm, in mijn geval. Je plaatst jezelf eigenlijk in een ruimte die geen ruimte is. Die is onbegrensd. Mm. Waardoor je gewoon eigenlijk gewoon dat wat in je hoofd zit, heel erg met je innerlijk in een soort van balans, evenwicht vindt van, wat zegt het mij? Ja. Niet wat zegt het een ander, maar wat zegt het mij? Wat vertelt het me? Want even 1 stapje terug. Je noemde net al, we werken alle 2 buiten. Maar jullie zaten ook alle 2 bij elkaar op de academie. Ja. Wanneer was dit? Ik kwam op de academie in 1992. En dat jij er toen al misschien een jaar op zat. Hè, of zo. Ja. En dit is de Rietveld Academie in Amsterdam. De Rietveld Academie, ja. Ja. Ik zat in 89. 89, ja precies. Ja. En ik heb nog eerst op de schilderafdeling gezeten en toen ben ik naar audiovisueel gegaan. En jullie kwamen bij elkaar in de klas? Nee, maar je had zeg maar op de Rietveld, als je dus binnenkwam, had je links een hele grote kantine met van die grote vierkante tafels. Dus in de pauze, het was ook vooral heel leuk natuurlijk, alle andere mensen die op de Rietveld zaten als je jong bent. Dus in de pauze, je had de grote vierkante tafels, dus je ging dan weer...
En op een manier kwam ik altijd bij Mariska aan tafel te zitten. Ze was natuurlijk ook iets ouder als ik, dus dat is ook stoer. Maar ik ken elkaar ook van de Roxy, denk ik, toch? Ja. Ja, niet iedereen de disco ging, ook in Amsterdam. Naar de, ging ook naar de Roxy, maar wij wel inderdaad, ja. Elke dag, toch? Jullie kwamen elke donderdag. Dag en nacht tegen. Dag en nacht, ja. Ja. Het was wel een gave tijd, inderdaad. Hè, met veel kunst en uitgaan. En maar gingen jullie toen ook al meteen met elkaar om? En waren jullie ook al bezig met naar elkaars werk kijken? Hoe nee, gaat het dan op zo'n academie? Nee, we zaten natuurlijk toch niet bij elkaar in de klas. Je bespreekt je werk meer met medestudenten uit je eigen klas, denk ik. Maar ja, wel social, we praten wel gewoon over dingen. En, ja, ja, volgens mij ging jij ook gewoon met Renate Nolle om. Nee, precies. En jij hebt mij... Klopt. Jij was ook met film bezig, ik was ook met film bezig. Jij hebt nog mijn muziek geregeld voor een film, voor die soort abstracte ritmefilm die ik maakte. Heb jij drummuziek toen geregeld, weet ik nog. Maar het schiet me nu te binnen passen. Nou, bij mij thuis toen? Nee, ik weet het niet. Ja, ik woonde toen in een geluidsstudio. Ja. Je hebt in ieder geval die soundtrack voor die, ik had een soort filminstallatie, heb je toen gemaakt of geregeld. Ja. En toen hebben jullie alle twee afgestudeerd, alle twee ook blijven maken, wat ook bijzonder is. En wat veel mensen die naar de kunstacademie gaan natuurlijk proberen het, maar slaan toch een andere weg in. Alle twee werk blijven maken. Hebben jullie elkaar in het oog gehouden? Nou, ik was altijd een beetje stoïcijns, want ik had vandaag nog met een oud docent over. Ik was altijd zo stoïcijns, volgens mij, en onafhankelijk en mezelf gewoon zo eruit plaatsen. En hij zegt ook van, ja, naarmate je ouder wordt, komt er eigenlijk veel meer lijn in je werk. Je ziet dat het allemaal met elkaar te maken heeft. Het gaat allemaal over zwaartekracht. Maar waarom vertel ik dit? Om te vragen of wij daarna ook nog contact hebben gehouden. Nou, wij waren altijd wel met elkaar aan het praten. Toen zeker, inderdaad. Maar daarna op een gegeven moment ga je toch je weg of zo allemaal. Maar volgens mij hebben we ook samen eindexamen gedaan. Ja, ik in 96. Oh, ik in 95. Ja. Maar waarom ik het vraag is omdat natuurlijk jullie nu, daar refereerde jij net al aan, jullie natuurlijk nu alle twee heel erg werken met ook dat spanningsveld, hè, tussen natuur en stad. Ja, hoe je woont, en ook inspiratie halen uit de texturen, uit de natuur om je heen. Dus het is ook mooi dat je samen ben je ergens begonnen. Mm-hmm. Alle twee op een plek en je dwarrelt alle twee je eigen spoor. En je komt elkaar nu eigenlijk weer tegen en opeens zit je samen in een museum. Ja. Op een bank in een tentoonstelling waar nu ook werk van jou hangt. Nou, ik denk dat een jonger als kunstenaar op de academie denkt van, ik kan wel iets moois schilderen, maar wat wil ik, waar moet het eigenlijk over gaan? Dan ben je net met die vraag bezig. Ik denk als je naarmate je leven zich ontvouwt of zo, dan neemt je leven als persoon neemt gewoon vaste vorm aan. Dus in mijn geval was mijn leven opeens ook deels in Göteborg, in Zweden. Ja. Dus daardoor, door die alledaagsheid daarvan, wordt op een gegeven moment ook je leven bepaald. En daarmee ook je kunst, zeg maar. Dus het wordt, omdat je zegt, als je ouder wordt, zie je dingen beter. Maar dingen zijn ook beter te zien omdat ze zich hebben gekanaliseerd, om het zo maar te zeggen. En dan, en wij zijn natuurlijk ook best wel, wat je eigenlijk leert op zo'n kunstacademie, is eigenlijk praten. En praten is natuurlijk heel anders dan dat je dat in de financiële wereld leert. Wij begrijpen elkaar net zo goed als mensen in de financiële wereld. Dus eigenlijk, ik zie 1+1 daar op de muur staan. Op de tentoonstellingsmuur. Maar jij leeft ook 1+1. Want de reden waarom je naar Göteborg gaat, is gewoon omdat je kind en je vrouw daar woont. Mm. En je woont ook deels hier. Dus daarin zit een bepaalde herkenning. Maar vorig jaar attendeerden vrienden van mij erop dat ik echt het werk van Thijs moest gaan zien, omdat het, zeg maar, dezelfde incubatietijd qua werken heeft om een werk te maken dat dan naar de buitenwereld gaat. Want Thijs neemt ook gewoon voor zijn solo tentoonstelling 20 jaar om het werk
bij elkaar te zetten. Ja, om het tot bloei te laten komen. Ja. Het bestaat al wel langer, maar om gewoon de hele presentatie van eigenlijk wat je aan het doen bent, dat het inleefbaar is, dat het overdrachtelijk is voor het publiek. Dus jij herkende dat ook, omdat je dat zelf ook doet? Ik zag één en al herkenning. Ja. Ik hoor toevallig andersom ook. Ja? Zeiden sommige mensen, oh, want ken je Mariska? Want die is, maar ik ken natuurlijk Mariska. Ja. Die doet ook dat soort dingen waar die woont. Het klonk heel idyllisch over een plek hier in Zaandam. Dus we willen gaan kijken. Ja. Ja. En wat is die herkenning dan? Dat meerdere mensen dat hebben. Kunnen jullie dat duiden? Nou, misschien ook heel fysiek was waar het, geloof ik. Ik heb inderdaad in Zweden, in het bos dan, in Zweden natuurlijk heel veel rotsen die heel grillig vormen. Dus ik heb een soort met bijen was die tekening van die rotsen gekopieerd. En Mariska heeft hier dan in deze omgeving van Zaandam de voltage van de grond gemaakt. Dus dat lijkt in fysieke zin ook op elkaar. Maar ja, en ik weet denk ook je project met de adem. Ik kon me daar veel bij voorstellen met de adem, dat je iets jullie beginnen alle twee ook helemaal te glunderen. Dat is echt mooi om te zien. Dat je toch een soort van herkenning vindt dan. Ja, dus ik denk een bepaalde vorm van poëzie waar je elkaar in vindt. Dus je, nou, bijvoorbeeld dat foliewerk van de aluminiumfolies die je vindt tijdens de wandelingen door Amsterdam. Daar heb je een soort van volharding nodig, want deze week heb je geen folies gevonden, maar vandaag 3, weet je wel. En dan schiet het een beetje op. Dus de volgende dag denk je, nou, moet ik nou nog een wandeling gaan maken of sla ik vandaag over? Ja, maar gisteren had ik er 3, weet je wel. Maar als je zulke vellen met gevonden folies maakt, dan ben je misschien 3 jaar bezig om dat werk gewoon te kunnen maken. En, ja, dus je herkende ook een beetje je struggle. Ja, enorm. Toch? Enorm. Ja. En ook gewoon zo midden in de ruimte staan en dat je denkt van, god, wat ben ik hier aan het doen? Maar ik weet ook nog heel goed, want we kwamen elkaar wel een hele tijd tegen met uitgegaan. En dan zei en dan stonden we gewoon zo te dansen of zo. En ik had al kinderen in oppas. En dan, nou ja, Thijs is altijd Thijs, weet je wel. En ik imiteer. Ja, nee, heel goed. Heel herkenbaar inderdaad. En dan zei hij, ja, ik ben aan het baartikken. Maar dat heeft jaren geduurd. En hij zei van, ja, maar dat is zo'n proces. Maar dan was hij dat aan het vertellen, maar je bent aan het uitgaan. Dus dan hoor je een leuk liedje en dan wil je weer dansen. En dan ging je weer terug en dan ging je weer verder vertellen over die baartik. Ja, inderdaad. Weet je dat nog? Ja, precies. Kan je even kort uitleggen wat baartik is voor de mensen die dat niet weten? Baartik is een Indonesische techniek waar zeg maar bijen of was op stof aanbrengen en dan in kleurbaden doen, op waterbasis verf. En dan daarna kook je die was eruit en dan krijg je eigenlijk een soort, net als bij negatief film, krijg je dan een omgekeerd beeld, zeg maar zo. Het is eigenlijk gewoon een techniek om, maar je herkent het wel van die Indonesische, ja, zeker. Indonesische dingen. Je kent de meeste mensen in Nederland het wel. En dat is lang jouw medium geweest? Ja, ik kreeg een keer, op een gekke manier kreeg ik heel veel bijenwas. En dat had ik. En ik dacht, wat kan ik hiermee doen? Dat is een beetje hoe het voor mij dingen werkt. Je hebt heel veel bijenwas. En dan, je moet heel even wachten. Je kreeg opeens heel veel bijenwas. Ja, dat kan toch? Ja. een vriend van mij overleed en die had heel veel bijenwas. En toen had ik dat dus. En toen, dan ga je toch denken, dat is een minder leuke reden. Maar dan denk ik, wat kan ik hiermee doen? Dus ik heb het echt jaren gehad en toen ik kwam er niet doorheen. Gewoon. Nee, ik was dus in Zweden. Maar ik hou heel erg van Jackson Pollock, dat gebaar van dat. En dat bijen was, als je dat dus smelt en met een kwast, dat heeft een heel lekkere viscositeit. Dus je kan echt zo. Dus als je dat kopieer op die rotsen doet, het is heel lekker om te doen, heel fysiek en een soort bevredigend abstract. Dus en ook. Ik hou ook van beelden maken die je door één actie en dan heb je het beeld of zo'n soort sim. Je bent toch altijd op zoek naar de meest geniale vondst om een werk te kunnen maken of zo. En toen,
Dus zo ben ik bij dat. En dan, dus ik wou heel lang daar iets mee doen. En toen kwam ik dus in dat bos in Zweden. En dan zie je daar die rotsen. Dus ik denk altijd, je hebt een aantal dingen wat je wil. En dan word je er iets zie je. En dan in je hoofd gaat het langzaam combineren. En dan zo kom je tot iets, zeg maar. Dus dat is denk ik een beetje een soort, misschien de vouw. Dat soort intuïtieve wisselwerking hoe je tot het maken van kunst komt. Ja, meestal is het maar een paar seconden. Hè? Dan is het werk eigenlijk daar. En dan de rest duurt gewoon heel lang. Hoe wek je dat op? Hoe zorg je nou dat je bij die paar seconden komt? Nee, het overkomt je meer, denk ik. Ja, natuurlijk ben je wel op, toch? Ja, je bent wel... Ja, maar... Of je probeert in een soort staat te komen waar je het dan... Nee, is misschien... Ik denk niet dat je dat kan uitleggen. Nee, oké. Okay. Nou, laat het zo zeggen. Proberen om... Sorry? Nee. Het is wel interessant om het proberen uit te leggen. Ja, nee, maar jij zegt toch ook niet van... Nee, okay. En dan doe ik zo linksom, rechtsom en dan sweep. Het is een gevoel van... Ja, waarschijnlijk met die vrouw heb ik zo gezeten. Zo van... Nou, dat land vouw ik even weg. Ja. En dan kijk je van, hè? Ja, maar... Maar ja, dat kan niet het werk zijn, hè? Meestal, en volgens mij is Thijs daar ook heel goed in, dan ga je dat ook een beetje ontkrachten. Dan denk je, En dan moet je het weer eigenlijk een beetje accepteren dat het dan dat wel echt is. Dus het herontdekken van je eigen werk. Terwijl eigenlijk ligt het aan de kant, zeg maar. Want dat begrijp ik wel, inderdaad. Heel vaak dan... Dan doe je iets, dan denk ik op dat moment te gek. En dan laat ik, het is... En dan een jaar later denk ik, het was eigenlijk wel... Dus het is heel raar hoe de tijd, zeg maar, je beoordelingsvermogen eigenlijk beïnvloedt, toch? Ja. Dus je krijgt natuurlijk meer afstand, je hebt meer afstand tot jezelf na een verloop van tijd misschien. Ja, en daarom is het dus ook heel erg goed om, zeg maar, autonoom te werken. Omdat dat dan de vrijheid geeft om die tijd gewoon te nemen. Want als je, zeg maar, ja, ik zeg het even heel denigrerend hoor. Maar als je, zeg maar, in de plaatjesindustrie werkt, dan... Bedoel je dan de muziekindustrie of meer dan de fotografie, nee, reclame? Misschien is dat ook wel een aanname van mij, hè? Maar ik denk, als je dus werk maakt om kunstwerken maakt om te verkopen, heb je niet die incubatietijd, heb je niet die struggeltijd, heb je niet, want het moet alweer weg of zo. Terwijl, ik heb van de Italiaanse galeriehouder geleerd dat het werk dus altijd van jou blijft. En dat vind ik ook zo goed bijvoorbeeld aan het werk van Aldo. Aldo van den Broek, die vorige keer de gast was hier op de bank. Ja, die kan gerustig zo zijn werk terugvragen en dan gaat hij gewoon nog even bijschilderen. Ook als hij het al heeft verkocht. Ja. Ja, dus eigenlijk zeg je van, zolang je je publiek of de kijker niet in je hoofd houdt terwijl je aan het maken bent, dan ben je veel vrijer. Herken jij dat? Ervaar jij dat zo? Ja, nee. Ja. Maar ik denk aan de andere kant dat het ook wel interessant is, juist nu laatst, als je hebt tentoongesteld en je ziet dat mensen allemaal komen kijken, dat is natuurlijk ook juist interessant om de kijker in gedachten te houden. Dan kun je natuurlijk ook daarmee spelen, klinkt een beetje stom, maar ja, precies. Laten we het eens concreet maken, want het is ook leuk voor mensen die jouw werk nog niet kennen om even het echt over concrete werken te hebben, bijvoorbeeld het werk wat hierachter staat. En wat ook in de tentoonstelling te zien is. Neem ons eens mee. Wat zien we? Wanneer maakte je het? Ja, we zien hier een... wat je ziet is eigenlijk gewoon een gipsplaat, een stuplaat. Voor een badkamer, hè? Daarom is die groen. Ja, inderdaad. Het is een waterproeven stuplaat voor badkamers. En erop is een
een patroon van dennennaalden erop geprint in wit. En dat groen heeft natuurlijk ook een beetje dat zachte al bijna van die dennennaalden. Dus dat is een soort gekke omkeer. Maar die print die erop ziet is zeg maar eigenlijk dennennaalden die waren neergedwarreld op rotsen. En door de wind zijn ze in een bepaald patroon gewaaid. En eigenlijk heb ik in zijn geheel dat die neergedwarrelde dennennaalden heb ik lijmspray op gedaan en ook lijmspray op papier. Dan heb ik het papier op de rotsen of op de grond gewreven, dat is er allemaal eraan bleef. En dat heb ik dan weer gebruikt als film om het te safe drukken. Dus eigenlijk gewoon een soort contactprint van dennennaalden. Ik las ergens ook mooi iemand die zei, Thijs die is eigenlijk altijd bezig met de stoffering van de werkelijkheid. Ja, ik had het zelf ook nog nooit zo bedacht. Dat is wel mooi gezegd, hè? Dat zie je ook weer heel mooi terug in dit werk, hè? Maar dat, ja precies, en dat klopt. En ik vond ook wel mooi dat, ik geloof er ook in, net als bijvoorbeeld met het idee van koffiedik kijken, dat hoe koffie valt, dat je je toekomst kan voorspellen. Van, ik denk hoe deze dennennaalden zijn neergedwarreld, dat het precies zo moeten zijn, weet je, het is heel natural. Ik denk als je in je atelier wat naalden neemt en dat gaat uit. Ja, dan denk je dat het wel dan krijg je niet doen. Dit of zo. Nee. Dus het is een soort stukje. Realiteit of zo. Nee, je pakt het uit de werkelijkheid. Ja. En eigenlijk dit is natuurlijk niet meer de werkelijkheid. Ja. Maar aan de andere kant, ik durf te wedden, je was je badkamer aan het verbouwen, want je bent altijd aan het verbouwen. Mm-hmm. En je had dat stukje. Ja, precies, het is dan die combinatie. Dus dat is dan ook wel weer de werkelijkheid, toch? Nou, en het is natuurlijk inderdaad op zich. Het is letterlijk een stukje werkelijkheid. En de schilderkunst gaat natuurlijk van ouds natuurlijk altijd over het weergeven van wat je ziet of de werkelijkheid. Ja. Is dat ook van waaruit je vertrekt, vanuit de schilderkunst in je hoofd? Dat denk ik altijd wel, ook als ik films. Ja, dat, toch ben ik echt met die schilderkunst. Is natuurlijk zo'n geschiedenis met kennen. Dus dat is al een context waar je tegen afzet of aan refereert of dat soort dingen. Niet heel direct, dat hou ik niet zo van ik ben geïnspireerd door deze, maar ja. Het is interessant omdat jij natuurlijk ook ergens vertrokken, jij bent ook ooit begonnen in de richting schilderkunst, toch? Ja. Ja, en ik zou eigenlijk heel graag weer schilderen, maar als hobby of zo. Maar waarom dan? Vraag ik me wel af, kan je als kunstenaar, als je een ander medium pakt, kan je dat überhaupt als hobby dan beoefenen? Als nep hobby? Ja, zo. Dat is een soort professionele hobby dan. Ja, nee, ja. Nee, gewoon eigenlijk om niet pretentieus te zijn. Hè? Want ik heb helemaal geen hobby's, behalve. Nee. Maar. Ik moet zeggen, ik ben nu wel weer aan een spuitbus. Dus er is nu wel weer verf. Maar ik heb ook jarenlang bewust gewoon nooit iets zelf gemaakt. Maar daar ben ik overheen gekomen dat ik dat wel doe. Dat mag. Maar bijvoorbeeld die theedoek daar, dat heet Cosmos. En nou ja, de theedoeken, dat is misschien helemaal niet zo interessant, maar het is eigenlijk de poetsdoek van André zijn schoenen. En, maar het is voor mij ook een soort van wereldkaart van de kosmos. Ja, het is ook een soort koffiedik kijken, ja, toch? Ja, het is ook koffiedik. Ja. Dus het hangt heel goed samen eigenlijk. Een beetje hetzelfde. Ik vind dat ons werk sowieso eigenlijk heel mooi samen past. En eigenlijk ook gewoon omdat er, denk ik, gewoon een enorme stilte kan ontstaan. Ik heb zelf altijd wel enorme behoefte aan stilte. En voor mij is bijvoorbeeld zo'n rotko is gewoon, niet dat ik er wat aan vind, maar ik vind het gewoon, ik vind het fenomenaal. Ja, dat het zo, zeg maar, een dialoog aangaat met als je ervoor staat, dat het ademt, dat het
Ja, het is gewoon overdrachtelijk. Ja. En volgens mij heel... het is helemaal plat, maar het is wel heel ruimtelijk, toch? Of zo, een driedimensionaal gevoel als je dat ervaart. Of zo. Ja. Het is volgens mij de schilder waar de mensen wereldwijd meest om moeten huilen als ze het in een museum zien hangen. Nee. Het is wel mooi wat jij net zei, Mariska, over ik heb stilte nodig. Want jullie begonnen alle twee in Amsterdam, Rietveld. Ik kan me best wel voorstellen, chaotische tijd, 's nachts in de Roxy. Ja. Niet bepaald een stille periode. En alle twee verruilden jullie heel bewust die wilde stad voor de natuur. Jij ging naar Zweden, ja, Göteborg, ik weet nooit of ik het goed... Ik moet waarschijnlijk op zijn Zweeds veel mooier uitspreken. Weliswaar een stad, maar in Zweden natuurlijk veel meer omringd, zoals alle steden daar met natuur. En jij vertrok uit Amsterdam met je gezin en nestelde je hier om de hoek. Ja. Waarom was dat voor jou? Was je ook bewust op zoek naar stilte? Nee, want mij overkwam het door mijn partner en mijn kind, zeg maar. Dus, ja. Dus het was niet gezocht. Eerder verzet ik me er juist tegen of zo. Dus ik heb het eigenlijk later pas omarmd. En toen in dat bos, nu vind ik het geweldig, maar in het begin zat ik er niet echt op te wachten. Ik weet ook, want ben jij inderdaad hierheen gegaan, gewoon omdat je voor echt om weg te gaan uit Amsterdam of gewoon omdat je... Ja, wel inderdaad. Ja. Ja. Dat kan wel, ja. Ik voelde me heel erg geleefd in Amsterdam. En zeker met kinderen en werkruimtes, sleutels, consumentisme. En nu heb je je materiaal voor de deur. Ja, nee, want jij zei van ja, ik had heel veel bijenwas, dus daar werk ik dan mee. Maar in principe werk ik ook precies hetzelfde. Ik werk met gras. en het begon eigenlijk naar aanleiding van dat ik gewoon een tijdje niet in mijn buitenatelier was geweest. En er was een bouwkeet. Daar kon ik gewoon in zitten. Dat was hier bij je huis? Ja, zeg maar. Zonder dat ik gestoord werd. Dus als ik daarin zat, niet storen. Ik kon er niet meer in, want het gras was zo hoog geworden. Dus ik moest weer een kapmes. Ja, sowieso als je een wandelpad zeg maar niet elke dag wandelt, dan groeit het gewoon dicht. Ja. Dus de natuur die neemt alles over. Ja, het vertelt heel veel. Wat heeft het met jullie kunst gedaan om zo dicht in de natuur te zijn? Zo dichtbij te zijn? Jij zegt eigenlijk net van, ja, deze dennennaalden. Als ik dat in mijn atelier in de stad had gedaan, dan had ik misschien wel gedacht, Thijs, wat ben je aan het doen? Ja, het en is nu werkt het opeens heel goed. Omdat het is ook een souvenir. Je hebt ook een souvenir. Uiteindelijk is het ook leuk om het weer mee te nemen naar de stad en om het daar te laten zien. Ja. Want dat moet ik er wel bij. Ik begin het werk vaak in daar. Ik had geen atelier daar in Zweden, dus ik werkte gewoon vanuit mijn auto. En dan nam ik alles weer mee naar mijn atelier hier in Amsterdam en daar maak ik het dan weer af. Dus het is wel een soort reactie nog weer op. Dus het is wel het tweede gedeelte van het maakproces. Ja, en daar is het... Is dat ook nodig? Nou, nee, ik zou het eigenlijk ook wel... Maar ik denk het wel inderdaad, want dat is wel uiteindelijk waar het dan belandt, of zo, om het zo maar te zeggen. Daarin wordt het ook bijzonder, toch, als het zich afzet tegen de stad of... Ja, en ook als je het uit de context haalt precies, misschien. Ja. Ik vond het wel mooi dat er zit ook ergens, we hebben hier heel veel van jouw werk, waar we al lang geen tijd meer voor hebben om het allemaal te zien. Maar ik moet ook meteen denken aan deze foto. Ja. Ik zal hem even zo ophouden. Dit is een zelfportret van jou, toch? Ja, een van mijn laatste, klopt. In Zweden. Ja. En nou heb ik me laten vertellen, gewoon door jou, dat jij dan altijd ook een stukje natuur... uit Zweden weer terugneemt naar de stad. Klopt, ja. Elke keer als ik er ben, als ik er met de auto ben, dan neem ik eigenlijk een stuk natuur mee, een soort landtransplantatie. En dat neem ik dan mee naar mijn dakterras, wat ik hier in Amsterdam heb. En je hebt eigenlijk in Zweden, je hebt heel veel rots, dus het sediment is heel ondiep. Dus je kan het eigenlijk zo afsteken en dan kan je het oprollen, net als een grasmat die zou ik in het voetbalstadion hebben bijvoorbeeld.
En zo neem ik dan mee, achter in de auto, als soort rollen. En, ja, want daar probeer ik nu een plaatje van te vinden aan. Hij ligt natuurlijk gewoon bovenop. Want dan neem je hem mee naar de stad en dan werkt het kunstwerk eigenlijk door. Ja, nee, dat moet je net zo zien. Dat het leuk was, zeg maar, dat ik had deze combinatie. Dat ik had dus natuur meegenomen. Er zat allemaal bieslook tussen. Ja. En dat bieslook, dat verspreidt zich heel makkelijk. Dus vanaf mijn dak heeft het zich door Amsterdam Oud-West naar allemaal andere daken verspreid. En daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Dat vind ik wel mooi, dat je een soort deel bent van een soort stukje evolutie of zo. En, ik moest ook gisteravond nog, toen ik dit opzoek, ook over nadenken dat het een beetje hetzelfde verhaal is met die groene parkieten in Nederland. Ja. Er was ook ooit zo'n verhaal van waar dat nou echt vandaan zou zijn gekomen. Dat was ook een verhaal dat er heel lang geleden een soort oude vrouw was die op de zolder, op de Overdam, allemaal parkieten had. En dat het daar misschien vandaan komt. Ja, want we hebben nu een soort parkietenplaag in Amsterdam. Nee, precies, waar ik hier zit ook, daar komen ze altijd voorbij vliegen. Dus ze moest bij het bieslook een beetje, het is een beetje een analogie aan die parkieten, dacht ik vandaag. Maar het is ook mooi, omdat natuurlijk, je zei van, ik ben bezig met de stoffering van de werkelijkheid, maar je herstoffeert ook weer. Ja, want nee. het is ook een stuk uit de natuur meenemen naar de stad, waar mensen toch altijd zeggen, ook zou meer groen om me heen willen. Mm. Dus het is beide kanten op. Nee, precies. Het is, ja, dus dat is, en dat is ook wel een. Dan komen daar bijvoorbeeld ook allemaal hommels en wespen. Dus het is wel een soort oase voor dieren, inderdaad. Ja, maar zo werkt het natuurlijk ook in de werkelijkheid. Want zo gaat het ook met de corona natuurlijk. Precies, ik moest ook aan komen. Het is inderdaad grappig dat het dan. Dat is hoe evolutie gaat. Dat iemand neemt iets mee en begint gewoon vanzelf te groeien. Dat soort denk dat voor kunstenaars dat soort processen heel interessant zijn. Dat denk dat kunst ook met een soort voortstuwen van evolutie te maken heeft. Of zo. Ja, maar volgens mij gaat het ook heel erg over dat zeg maar van de laatste, ik noem maar even de laatste 10 jaar of zo, of misschien wel langer, gaat de wereld eigenlijk best wel heel erg snel. En ik zie Thijs en mezelf toch wel als heel langzaam. Maar dat zulke processen eigenlijk best wel nodig zijn om te laten zien aan de wereld. Omdat we dat vergeten in deze hyperventilatie. Daarom is het ook zo mooi dat bepaalde milieuactivisten gewoon zeggen van ja... die maken de bewustwording heel erg duidelijk van hoeveel energie het kost om een bepaald product te maken en wat het vervuilt. Maar dat denken we eigenlijk helemaal niet over na. Dus er zit eigenlijk een hele wereld weer achter die werkelijkheid. En door dat gewoon eigenlijk te belichten, krijg je ook andere inzichten. En dat vind ik wel heel erg mooi, dat kunst daar een onderdeel van is, om die inzichten van processen. Ik wil niet zeggen dat dit proces hetzelfde is als een milieuactivist, maar door het verhaal zeg maar zo te vertellen, van snap je dat er een proces achter iets zit. Dus je die schakels ziet dan. Nou, wat in de eerste talk attendeerde jij me eigenlijk. Ik wist het wel, maar jij zei nog eens een keer tegen mij, goh, weet je, door de jaren heen is adem qua connotatie is heel erg veranderd. Het is gevaarlijk geworden, het is niet onzichtbaar meer, het is gevaarlijk geworden, ook door die corona. En eigenlijk, nu ben ik bezig met een nieuwe ademtocht en die is dus ook aan het veranderen door de gevaarlijkheid. Maar gisteren las ik in de krant dat er een onderzoek is gedaan dat niet alleen op de oceaan zeg maar de plastic soep is, maar dat het ook dus in onze adem, dat is wel heel lang. Nee, in onze bloed een plastic soep is. Maar volgens mij heb ik ook al gehoord dat je al honderdduizenden jaren antilichamen tegen plastic heb, voordat plastic bestond. Dus dat maakt niet uit.
Nee. Maar dan is het ook weer extra mooi dat jij voor jouw ademtocht werken de adem weer in plastic zakjes doet. Ja. Ja. Zo is de cirkel weer mooi rond. Maar dat vind ik ook mooi aan hoe kunst werkt. Dat een idee is niet uniek en gebeurt ook op de wereld kunnen mensen met eenzelfde soort uitgangspunt bezig zijn. Zo is dat voor jou ook met jouw adem. En zo kijk jij volgens mij ook weer elke ochtend naar een werk van Thijs waarop jij uitademt. Toch? Ja, ik ben heel erg gelukkig met het werk van Thijs. Want jij hebt een werk van Thijs gekocht. Wanneer was dat? Vorig jaar. Oh. Ja, nou, weet je, ik ben een fan van André's foto's. Maar weet je, nou ja, dat dus, dat je dus aan het verhouden bent van gewoon, leef ik dan in een soort van mortuarium of een museum of nou, ik wil niet dat mijn leven stilstaat na zijn dood. Dus ik was gegrepen door, hoe noem je dat, een parallel tussen ons werk? Of overeenkomsten? Overeenkomst tussen ons werk. En toen zag ik dus een, ik hou van oranje. Dus wat dat betreft, ja, kleur doet best wel wat in een kunstwerk. Een oranje print met zilver, hè? Zo zilver zwart. Ja, zilver op zwart en dat negatief. Een unica en het is Thijs, een zelfportret van Thijs. En Thijs uit 1995. Ja. Dus die Thijs ken ik heel goed. Ja. En hij blaast uit. Maar op het moment dat hij hoort dat Kurt Cobain is overleden en hij in Kathmandu is. Nee, in Oezbekistan. Oh, Oezbekistan. Ja, nee, ja. Nou, ik wil altijd ook nog graag naar Oezbekistan. Dat stond echt op mijn bucketlist. Maar los daarvan, dat voel je gewoon in die afbeelding dat er iets aan de hand is. Toen dacht ik, nou weet je, ik heb gewoon zin om elke dag gewoon met dit beeld de dag te beginnen. Want wederom, zeg maar, leg je dan niet de vouw waar we aan het begin van het gesprek over hadden in 2015, 2016. Maar leg ik mijn eigen vouw in 1995, het moment waar ik ben afgestudeerd en waarin ik moet mijn leven weer toch vernieuwen. En hoe mooi is het gewoon om die energie te voelen van 1995 elke dag. Ja. En ik vind het ook heel fijn om gewoon naar Thijs te kijken als beeldenis. Ja, de wereld gaat aan, weet je wel? Zo. Ja, dankjewel. Ja. 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 Ja, dat hadden we nooit kunnen bedenken. Nee, maar mooi. Ja. Ja, het werkt. Het werkt. Dus, ja, dankjewel voor je energie. Ja. Graag gedaan, ja. Nou, wat mooi. Het zit ook in zo'n heel lelijk, maar dat vind ik juist wel mooi, zo'n oude post-affiche ding. En dat is van plastic en dat bobbelt zo. Dus het beeld leeft ook een beetje, omdat het licht... Ah, met al die kaatsingen. Ja, de weerkaatsing. Het zit in zijn oude posterrek, hè, die je vroeger had. Ja. Ja, en dat hangt dan op zijn kant. Ja. En iemand vroeg van, goh, kun je dat werk niet even meenemen? Maar Thijs heeft het helemaal speciaal opgehangen met waterpost, terwijl mijn muren allemaal scheef zijn. Dus nee, dus daar konden we niet aan terecht, beginnen. Hoor. Nee. Het lijkt me ook mooi, dat we hadden het net al even over, je moet niet denken aan het publiek als je iets maakt.
Maar op het moment dat je een werk verkoopt of uit handen geeft, dan gaat het natuurlijk ook weer een eigen leven leiden. Ja. En verdiept het weer. En dat lijkt me voor jou ook... Ja, dat, je hoort natuurlijk niet vaak hoe het werk verder leeft nadat het nest verlaten heeft. Nee, en nu hoor je dat. Klopt, ja. Ja, nee, dat is wel gaaf. Dat gaat daar en dat daar. Ja. Maar dit is... Ja. Maar je bent er ook niet mee bezig, toch? Want je leven gaat ook gewoon verder, toch? Nee, het is niet dat ik elke dag denk waar is dat of dat werk. Maar het is wel leuk dat het bij jou een goede plek heeft natuurlijk. Ja. Dus, ja. Ik ben ook wel benieuwd dan nog, Thijs, want... Door corona is natuurlijk ook, kon je ook lang niet naar Zweden. Mm-hmm. Kon je lang niet naar die natuur. Mm-hmm. Nu is alles weer wat meer open. Nu alle vormen weer open liggen, voor welke vorm kies je dan nu? Om zo optimaal mogelijk je bestaan als kunstenaar te leven. Nou, als ik ga nu weer deze zomer weer daarheen. Dan ga ik daar wel weer opnieuw werken. Ja. Yeah. Maar ik... Ik werk ook toch wel hier in de stad. Ik ben ook met 70 projecten bezig met textielprints te maken. Dus de tijd zal het leren. Ik weet het dan niet precies. Komt de batik weer terug? Ja, dat... Ja. Maar ik ga wel zeker... Ik heb ook heel veel rondgelopen daar. Het bos vind ik een beetje stom klinken. Of de natuur, maar... Buiten, laat ik het zo noemen. De omgeving. En heel veel plekken leren kennen. En nu heb ik toch... wil ik ook gewoon met een veldezeltje gewoon kleine tafereeltjes schilderen van bepaalde plekken die ik heb gezien. Oh, toch waar schilderen. Ik denk dat ik echt iets uit kan halen. Dus ik denk eigenlijk dat ik deze zomer wat soort schilderijen naar de waarneming ga maken. En kijken of ik... Wat ik eruit wil halen of dat lukt. Ik heb wel een bepaald idee hoe ik dat Mooi. Een beetje wil doen, zeg maar. Dus ook wel echt een soort transitie. Ja, of de transitie dat ik nu weer echt ga schilderen, bedoel je? Of? Ja, en dus ook een transitie van alles is weer open en ik kies dus voor een soort nieuwe hybride ja, vorm. Precies, van stad en natuur. Want dat stad en natuur, dat zal wel blijven. Want ik zie mezelf toch niet als iemand die helemaal alleen van de natuur is. Het zal wel die... polemiek van allebei zal er wel in zitten, zeg maar, die crossover daarvan. Wat ik altijd zo mooi vind aan jou, is gewoon zo door de jaren heen, dat je dan gewoon ook echt die moeite neemt om het werk gewoon te maken. Hè? Mm-hmm. Terwijl het is ook heel makkelijk om werk gewoon niet te maken, ja. Want geeft het je veel bevrediging om het werk te maken? Nou, nee, ik weet niet. Ik vind het kunst geeft niet echt. Ik vind meer. Ik word niet altijd heel happy. Het geeft soms wel bevrediging, maar vaker niet. Dus ik vind het wel best een leidersweg eigenlijk. Maak je omdat het maken niet anders van kan? Kunst. Nou, de noodzaak van de kunst vind ik ook een beetje overdreven altijd. Maar voor mijzelf misschien wel, inderdaad. Ja. Maar dat is toch wat je gaaf vindt om te doen, wat je drijft. Ja. Ja, de uitdaging of ja. Maar de wereld anders zien door je kunstenaarsoog, ja. dat levert wel heel veel maar ik denk dat je ook gevoel van vrijheid. Ja. Of hoe maar kan voel dat jij zeggen? Dan wel die bevrediging dat je dat aan hem vraagt? Want jij maakt het jezelf natuurlijk ook niet makkelijk met alle verschillende media die jij gebruikt in je werk. Ja, ik voel me ook niet eigenlijk een beetje zo... Ja. Ja. Toch een soort zelfhaat is ook onderdeel van... Maar dat is ook wel goed, want dan... Ja, maar ik vind het ook fijn om niet helemaal te conformeren aan een maatschappij... omdat er zoveel meer is. Moet je kijken, er is zoveel meer. Speaking of zoveel meer, want we zitten bijna aan tijd. Wil jij nog kort vertellen welke werk je nog meer laat zien in deze tentoonstelling? Zeker. Ik heb dus dit dennenwerk laten zien en een ander werk... Staat daar. Wat ik ook heb laten zien is iets waar wat momenteel mee bezig ben, is dit heet Rolling Rock. En ik heb eigenlijk een soort klei, ja, hoe moet ik het nou zeggen, ook die structuur van de rots ook in klei gekopieerd. Een soort kleitabletten en dat cilinders van gemaakt. En die cilinders die rol ik zeg maar weer uit in plakken klei. En die plak klei drapeer ik, mm-hmm. waardoor er een soort neprotsjes ontstaan. Dus ik ben een soort... Die rotsen hier weer aan het namaken, zeg maar. Dus dat is één wat hier zit. En iets anders is, waar Mariska al een beetje over verteld, is dat ik heb
afgelopen vorig jaar viel het me op dat al die stukjes aluminium die mensen, als je boterham eet of iets, die verpakken die mensen weggooien. Die worden dan een soort helemaal door het verkeer altijd helemaal plat gewalst. Ja. En ik had het al een paar keer zien liggen en dacht, hey, dat is eigenlijk wel heel veel wat. Als je dat optilt en je draait het om, dan heb je eigenlijk een soort ook kopie, net als die dennenouden, maar dan van de Amsterdamse straatstenen. Dus ik heb een jaar lang inderdaad al die stukjes aluminiumfolie verzameld. En daar een collage van gemaakt, waardoor je eigenlijk een soort stadsnatuur krijgt. Een soort grillige aluminium relief, zeg maar. Een soort tussenruimte van de stad die je normaal niet tastbaar kan maken. Ja, dat is mooi. Alle happy dunners. Het was best wel vies materiaal om mee te werken, wat dat betreft. Het zat er soms ook saus. Ik heb het allemaal uitgekookt, inderdaad, van de shawarma saus en alles. Ik ben heel benieuwd naar die. En ik heb natuurlijk nog die film waar ik lang aan heb gewerkt. Ja. Wordt ook getoond. Die gaat ja, over, en daar komt eigenlijk alles in samen, toch? Ik ben eigenlijk intuïtief begonnen met filmen. Allemaal mooie natuurstils en alles. En er heb een aantal jaren over gedaan. En op een gegeven moment wou ik er toch een soort speelfilmachtig iets van maken. Dus heb ik er ook een narratief aan toegevoegd. Waar je mijn zoon ziet, maar met zijn vrienden. Die eten een worst barbecue in een grot. En tegelijkertijd zie je ook Carl. Carl is een man van 88 die al zijn hele leven in het bos woont op één plek. Hij is niet gek, maar wel zonderling, zeg maar. En hem volg ik ook door dat bos. En voor hem is het, dat is echt zijn habitat. Dus aan de ene kant Carl. En is hij dan onkruid aan het wieden? Of is hij dat... We gaan er niet te veel over vertellen, want mensen moeten gewoon de film komen zien. Precies. Oh. Maar hij houdt inderdaad wel, want hij leidt mij rond door het gebied daar. En terwijl we rondlopen, trekt hij allemaal oude wortels uit de grond. Dus hij onderhoudt ook een beetje dat gebied inderdaad. Ja, dat is echt een heel mooie film, maar ook weer die spanning tussen, of die polemiek zoals je het zelf mooi zei, tussen stad en omgeving. Heel mooi samenkomen. Ja. Dank je wel voor deze mooie ode aan, wat we hier beide hebben. Stad, platteland, dat wat je niet kan zien, adem en het tastbaar maken. Dank je wel voor dit mooie gesprek. En wij zijn er 14 april weer met een nieuwe talk met Eveline Boscher-Lichtenbelt. En voor meer informatie kun je natuurlijk altijd kijken op de website van het Zaans Museum en op alle socials. Volg die vooral.